Goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend en dat betekent ja, aan de bak weer. Focus. Ja, business. We zijn ondernemers, we willen iets bereiken, toch? Dus, inspiratie. Live Facebook. Goedemorgen Rob en alle anderen die binnenkomen druppelen. Ja, een paar dingen waar ik afgelopen vrijdag heel erg blij van werd. En het eerste is dat, ja, dat ik deze tool ontdekte. Het kwam door Daisy. Daisy was iemand aan het interviewen. En ik zag dus twee schermpjes zo naast elkaar. Daisy hier en iemand anders daar. En ik dacht... Wauw, wat gaaf. Ook nog de namen zo eronder. Laat eens kijken wat voor tool zij gebruikt. En ik was eigenlijk een beetje lui, dus ik typ een mailtje naar Daisy. Hey Daisy, wat voor tool gebruik jij? Verzenden. En dus ik ging nog een keer kijken. En toen zag ik daar zo, rechtsbovenin, zag ik staan Be Live TV. En toen dacht ik, nou, check eventjes die website. En zoals je ziet, het is echt te gek inderdaad, Rob. Fantastisch. Dus, hoppa, het is echt geweldig. Dat betekent dat je ook echt een gave Q&A-sessie kan doen. Dat ik kan zeggen, jongens, stel een vraag, zet hem in de chat of in de reacties en die kan ik dan zo, hup, laten tonen. En weet je, echt ideaal. Dus als je een goede... een zinnige vraag hebt, zet hem in de reacties. Dan ga ik hem beantwoorden. Dus ik werd hier heel erg blij van. Maar het triggerde ook nog iets anders. En dat wil ik ook graag met je delen. Overigens, Be Live is gratis. Het is heel makkelijk in gebruik. Ik doe het nu op dit moment voor het eerst. Ik kan het in mijn eentje besturen... Fantastisch. Nou, ik heb nu dus in de mode staan dat ik alleen ben. Maar als het goed is, ik weet het nog niet zeker, maar komt er morgen een hele, hele bijzondere uitzending samen met iemand anders. Overigens, dan zit ik waarschijnlijk naast die persoon. Nou goed, anyway. Het triggerde bij mij een andere aanpak. En vorige week heb ik het gehad over Super Daddies. Maar voordat ik met Super Daddies startte, wilde ik al dingen anders aan gaan pakken. En had ik een plan en ik legde dat plan aan Tommy voor. En Tommy zei van, ja, dat is echt zoiets wat je op je eigen zolderkamer hebt verzonnen. Weet je wel. Dus toen heb ik dat laten liggen. En dat plan dat komt toch wel elke keer terugborrelen. En ik dacht... Ja, ik heb nu deze tool ontdekt. Ik kan heel makkelijk nu mensen interviewen. Dat is wat ik ga doen. Ik ga het niet in deze groep doen. Ik wil het eigenlijk zo snel mogelijk doen. Ik weet, ik heb gezegd, deze maand ga ik in deze groep elke ochtend om 9 uur live. Maar ik wil eigenlijk heel graag heel snel iets op gaan bouwen op succesroute.nl. Die website is nog niet in de lucht, maar weet je, de Facebookpagina, die is er al. Dus ik zal hem eventjes in de chat zetten, want als je die dus gaat liken, like hem zou ik zeggen, dan zie je daar ook de live meldingen. Dus ik zal daar komende periode, misschien wel de rest van mijn leven, mensen op gaan interviewen die succesvol zijn. Maar ook gewoon op hun route van succes zijn. Ook mensen die succesvol zijn, die willen ook nog altijd weer door. Dus ik ga gewoon hele interessante verhalen vertellen. Eigenlijk door anderen. En ik denk dat dat echt super, super waardevol gaat zijn. Ik heb er gewoon echt heel veel zin in om dat snel groter, bekender, zichtbaarder te gaan maken. Dus daar werd ik ontzettend blij van. Nou, ik stuurde vanochtend een mailtje, ik weet niet of je die gelezen hebt, dat er twee dingen zijn waar ik vrijdag ongelooflijk blij van werd. En dat gebeurde zo'n beetje op hetzelfde moment dat ik deze Be Live ontdekte. Goedemorgen Freerk, Wilme, Jan, Elwin. Toen ik dit ontdekte, toen werd ik daar vrolijk van. En op hetzelfde moment zag ik dat mijn webinar...
We hebben dan wat ik die ochtend gaf, dat ik 54% conversie had. Nieuw record. Ik hou van records. Je weet, ik doe aan atletiek. Gaat altijd over het verbreken van persoonlijke records. En ik had 54% conversie. Hoe cool is dat? Blijkbaar heb ik een manier gevonden die werkt. Qua conversie in ieder geval. Want ja, dat is gewoon echt extreem hoog. Ik kan er nu niet alles over delen. In de Passief Inkomen Academy deel ik echt alles op het detail. Ik heb zelfs ook een filmpje van gemaakt. Dat je live mee kan kijken. Nou, dat is echt geweldig. En dat geeft me echt ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst toe. Dus super, super, super te gek. Dus daar werd ik heel erg blij van. Nou, toen was dat afgelopen. Toen werd ik nog een keer blij. En dat was omdat mijn boek van de 101 werkvormenformule volgende druk ook weer uitgekomen is. En dus dat betekent 3000 exemplaren verkocht. En ik heb er nu weer 2000 besteld. Dus er staat gewoon hier tweede druk. Ja, ja, ja. Er staat geen 2017 trouwens. En verder is het boek hetzelfde. Er is één werkvorm toegevoegd. En er zijn wat spelfoutjes verwijderd. Nou, en ja, de achterkant is ook veranderd. Dus ja, dit is. Als je hem al hebt, moet je deze eigenlijk ook hebben. Mooi om naast elkaar te zetten. Dus super, super cool. Nogmaals, als je gewoon zomaar een vraag hebt, stel hem spontaan. Dan kan ik hem zo laten verschijnen in beeld. Gave tool, die BeLive. En ondertussen maak ik de winnaar bekend. Dus vanaf nu, deze maand, op maandag, maak ik de winnaar bekend van de mensen die een super toffe recensie hebben geschreven van mijn boek Expert Tips voor Kennis Verkopen Online. En ik zal eventjes eentje eruit pakken met de titel Er rest maar één vraag. En de recensie, de goede punten, overzichtelijk, praktisch toepasbaar, heldere boodschap, volledig inspirerend. Dit logisch opgebouwde boek geeft je als ondernemer aan het einde maar één vraag. Waarom heb je iets zoiets logisch als deze stappen nog niet gezet? Het is een retorische vraag die je jezelf al tijdens de 50 tips vol informatie en inspiratie stelt. De ene logica volgt de andere op en dat leidt naar ideeën en online mogelijkheden in je eigen onderneming. Die mogelijkheden zijn er al heel lang, maar door ze op een rijtje te zetten heeft Hugo Bakker het inzichtelijk gemaakt. Het is een inspirerend boek dat je gelijk met een notitieboek ernaast leest, zodat je je eigen ideeën vormgeeft. Met mijn persoonlijk advies, maak ruimte in je agenda om de tips en ideeën ook uit te voeren. Want hoe goed een boek ook geschreven is, de tips opvolgen moet je zelf doen. Michaela, dankjewel. Ik heb jou gekozen, ook al omdat jij vorig jaar in oktober op Managementboek ook een prachtige recensie had geschreven. Dus jij wint een Skype-sessie. Mail me eventjes met de momenten deze week dat je kan. Ik kan alleen niet op donderdag, want dan is er een feestje van de Passief Inkomen Academy. Hugo Bakker, trainer en coach, bestaat namelijk 10 jaar en dat vier ik met mijn klanten. Nou, te gek, te gek, te gek. Dus Michaela, jij bent de winnaar van de Skype-sessie. En als jij volgende week kans wil maken op zo'n Skype-coaching, maak dan een recensie. Schrijf een recensie, bedoel ik, van mijn boek. Je kunt via deze... Oh, wat handig dit. Wat is dit handig? Je kunt via deze link... kom je op een pagina waar je 15 tips gratis kan downloaden en waar onderaan linkjes naar bol.com of managementboek staan en kun je een recensie schrijven. Dat zou cool zijn. Tot slot. Oh, even wachten. Ik zie een les van vandaag van Jan Evers. Oh, oké. Okay. Ik zie nou wat het is. Fantastisch. Even het verhaal hierachter. Jan had in de Facebookgroep, besloten Facebookgroep van de Passief Inkomen Academy, had hij een vraag gesteld van, joh, ik heb dit idee, ik heb deze domeinen geclaimd, een poll, weet je wel, dat je aan kan klikken wat je het beste van vindt. En hij had ook ingesteld dat er een suggestie aan toegevoegd kan worden. En ik had toegevoegd winst met activecampaign.nl.
Dus tip van Hugo gewoon aangenomen. Fantastisch, Jan. Ik denk dat die goed is. En ik wist niet eens of die vrij was, maar ik wilde dat je een beetje meer in die richting ging denken. Ik denk dat het goed was. Goedemorgen, Harro. Oh ja, de laatste wat ik met je wil delen is, straks om 10 uur geef ik een webinar. Oh jee, hoe doe ik dit? Zo. Straks om 10 uur geef ik een webinar. Ik weet niet, oh, ik wil gewoon... Zo moet ik dit doen. Een comment erin zetten. Ja. En dus die van daarnet. Die moet ik ook... Oh, ik zit nou toch wel eventjes een beetje het dinges, hè. Oftewel, die kennisverkoop online link, die had ik in beeld gezet. Maar ik kan onderaan ook in de chat dus zetten. Nu wil ik dit weer weg hebben. Hide. Ja, zo. Sorry. Even wennen. Be Live is echt fantastisch. Maar straks om 10 uur geef ik een webinar over vrijheid. Hoe je vrijheid kan creëren. Voor mij in mijn leven op dit moment is gewoon lekker thuis zijn. Elke ochtend gewoon op mijn gemakje wakker worden. De kinderen helpen. De kinderen naar school. Hugo werken. De kinderen vrij. Hugo vrij. Nou, hoe cool is dat? Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dat betekent dat je in je business dingen zult moeten veranderen. En dat ga ik vandaag vanaf 10 uur met je delen. Het is een soort van training waarbij ik vragen stel en dat je ook schrijfopdrachtjes en zo krijgt. Dus het is niet een hoog tempo tip, maar het is gewoon eventjes stilstaan bij je business en hoe kun je de vrijheid creëren waar je naar verlangt. Dus als je daarbij wil zijn, laat het eventjes weten in de chat. Ik heb een link in de chat gezet. Dus that's it. Het is zo mooi, de Be Live. Dus ik zou heel graag zien dat iemand een vraag stelt. Dat ik die zomaar in beeld kan brengen. En dan ga ik die vraag beantwoorden. Zo niet, dan ga ik deze live uitzending gewoon beëindigen. En morgen hoop ik echt een hele bijzondere uitzending te gaan doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Omdat ik de persoon waar ik dat mee wil gaan doen nog niet echt officieel gevraagd heb. Als die ja zegt, dan wordt het waarschijnlijk echt een hele bijzondere uitzending. En dan wel op succesroute. Succesroute Facebook pagina. Dat is waar ik voor kies om mensen te gaan interviewen. Yes. All right. Ik ben echt heel enthousiast over deze tool. Het is echt fantastisch. Nou, ik zie geen vragen verschijnen. Ik ga gewoon zeggen, ik wens je superveel focus. Als je focus wilt hebben, schrijf gewoon in een boekje op wat je vandaag af wil hebben. Schrijf erbij wat je aan het eind van het jaar bereikt wil hebben. En als je het moeilijk vindt om in het moment te focussen, doe dan gewoon een wekkertje. Eerst op een korte tijd, bijvoorbeeld maar 5 minuten. Als je heel veel moeite met focus hebt. 5 minuten, tik, 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 tik. En dan maximaal gefocust. Kan natuurlijk ook een digitaal dingetje zijn. En na die 5 minuten spring je op. Beweeg je eventjes. Doe je even 20 keer opdrukken. 60 keer buikspieren. Of gewoon 1 keer een bakje koffie pakken. Wat jij wil. Maar beweeg en daarna ga je weer verder. Werkt supergoed. Nou, dames en heren, ik wens jullie een hele gefocuste dag. En ik zie je vandaag vast nog wel een keertje. Want er zijn nog een paar live momenten. Oh ja, nog een live moment. Dus 1, straks webinar over vrijheid. En vanavond mega webinar van Mega Cindy. Die zal ik ook nog eventjes in de chat zetten. Mega Cindy geeft een webinar met een aantal experts en we gaan boeken in behandelen. Marijke zegt, ik doe wel koffie. Nou joh, misschien, hè, want als we nou toch met inspiratiesessie bezig zijn, koffie is gewoon eigenlijk onwijs slecht voor je. Dat helpt echt helemaal niet om energie te krijgen. En juist fysieke activiteiten, die goede voeding, helpen je onwijs veel om energie te hebben, om veel meer focus te krijgen, om veel meer gedaan te krijgen, om veel meer succes te ervaren voor jezelf. Maar dat kan alleen als je andere mensen
helpt en waarde toevoegt. Dus Marijke, via deze weg wil ik je van harte motiveren om want te stoppen met koffie drinken. Wat is dit voor tip? Ja, ik drink al jaren geen koffie meer. En thee dronk ik nog wel, maar is ook echt aan het minderen. Het is voor mij gewoon water, smoothies, fruit eten, sapjes, weet je wel. Geeft echt zoveel meer energie. Maar goed. Ja, dat was het. Ik ga jullie een hele gefocuste dag wensen. Tot ziens. Hoi hoi.